Vleesvarkens worden niet ouder dan 6 maanden. Een vleesvarken is nooit feestvarken. Ik heb nog met schrijven nog nooit echt een doel gehad. Ik heb nog nooit gedacht, nou, dit is wat mijn lezers moeten vinden of denken. Het maakte me nooit een donder uit. Zelfs niet het boek over vreemdgaan. Maar met mijn boekje over varkens wil ik echt laten zien dat varkens heel erg leuke dieren zijn. En dat het onvergeeflijk is hoe wij ze consumeren alsof het een zak patat is. Dit is Lola. En wat ik zo leuk vind van Lola is dat ze... het is een gangbaar varken, zo heet dat. Ze komt gewoon echt uit de industrie. En in mijn boek vertel ik ergens ook dat het allemaal... Al die varkens, die onafzienbare rijen die ik heb zien sterven en die ik heb zien laden... Dat het allemaal individuen zijn. Net als zij. Net zo nieuwsgierig, net zo... persoonlijk als deze Lola. Eerst komt een tapioca-achtige massa naar buiten, vertelt Willy Wissink. Dat is het voorvocht. Daarna is er eerst dun sperma, dan dik. En dat tot 3 keer toe in 1 dekking. Ik wist niet dat een varken zo'n ruim bemeten seksueel leven had. Sophie, ga je voor de zekerheid zitten, denk je? Je weet maar nooit, hè? Ja, braaf. Braaf, Sophia. Braaf. Ik heb over haar ook geschreven. Varkens zijn zo grappig. Het zijn ze ook echt geen honden. Hè? Ze zijn niet echt geneigd tot gehoorzaamheid. Hoeven ze ook niet. Ze zijn geen roof, geen prooidieren, geen kuddedieren. Dus ze doen een beetje eigenwijs, net als mensen. De meeste zeugen in Nederland brengen hun leven tussen stangen door. Eerst in een box... tot aan de dagen voor de bevalling. Daarna in de kraamstal, waar ze hun kont niet kunnen keren... tot de biggen worden weggehaald... en de zeugen terug worden gebracht naar de eerste locatie. Daar staan ze zich dan na de nieuwe inseminatie te vervelen... en op eten te wachten. Ze worden heel bedachtzaam gevoerd... want zeugen mogen niet te veel eten. Doordat ze nooit lopen, zijn hun botten niet sterk. Als ze te zwaar zijn, zakken ze door hun poten... Pas in de laatste 3 weken voor de bevalling krijgen ze meer voer. En als de biggenproductie terugloopt of zich een andere economisch nadelige omstandigheid voordoet, gaan ze voor de slacht. Dit is Duke, daar heb ik ook over geschreven. Die was toen zo klein dat hij onder de omheining doorkroop. Nou, hij is inmiddels veel groter. En dit is wat, zo hoort een varken dus te doen, hè? Je hoort lekker kastanjes te zoeken, eikeltjes, lekkere dingetjes. Zo hoort een varken te leven. Daar zijn ze goed in. Joek doet het goed, hè, man? We gaan naar de stal waar de castratie plaatsvindt en de staarten worden afgebrand. Voor de helft. En niet zoals vroeger helemaal, maar het is even goed een schokkende ingreep. Het branden duurt wel 7 seconden. Dat is lang. De 12 biggen gaan hartstochtelijk tekeer en trappelen wanhopig met hun pootjes. Het moet waanzinnig veel pijn doen, maar de boerin hoort ze niet. Ze draagt gehoorbescherming. Toen Varkens in Nood vroeg, wil jij een boek over varkens? Toen had ik al ja gezegd voordat ze het woord schrijven konden uitspreken. Ik wilde heel graag over varkens schrijven. En ik wilde heel graag iets doen aan de omstandigheden waaronder... de meeste varkens in Nederland leven en sterven. Wat me het meest heeft aangegrepen... was de spontaniteit waarmee de biggen... als ze net gespeend zijn, zijn ze nog heel bangelijk. Maar zodra ze wat rustiger worden, worden ze ook heel nieuwsgierig. En het enthousiasme waarmee ze op me afkwamen rennen in het stal. Daar gebeurde wat. Ze waren nieuwsgierig. En dat vond ik hartverscheurend. Nou, ik ben tamelijk realistisch. Varkens in Nood had op een gegeven moment de tentoonstelling staan met de foto's. En toen liepen er mensen langs, mannen, werkmannen. En die zeiden, weet je wat het kost, stukken foto's? Dat geld zouden ze aan ons moeten geven. Die ga ik niet bereiken. De doorsnee kroketteneter, de frikandelleneter, die gaan we niet bereiken. Maar al die mensen die zeggen, ik wil eigenlijk wel beter, maar... biologisch vlees is zo duur. Of
Ik zou er wel over na willen denken, maar ik weet eigenlijk niet hoe. Ja, de hele rondgang was leuk. Leuk was interessant. Het was belangrijk om overal heen te gaan. En het was, toen ik het schreef, was het ook prettig om te formuleren wat ik had beleefd. En ook mijn gevoelens onder woorden te brengen, zonder dat, dat ik sentimenteel werd. Want dat vond ik heel belangrijk. Kijk, je kunt niet in een slachterij staan met droge ogen. Dat kan niemand. Behalve als je daar werkt, kennelijk. Maar het was heel tevredenstemmend om het onder woorden te brengen, om het te formuleren. En tenslotte, in het hoofdstuk van de nabespreking, eindelijk te mogen zeggen wat ik nou zelf gevonden had van mijn geïnterviewden. Ik had ze allemaal hun hoofdstuk waar ze in voorkwamen toegestuurd. En er waren er nogal wat die geschokt waren of geschrokken. En sommigen waren ronduit kwaad. Vooral de christenen onder hen, de gelovigen, die toch echt vinden dat een varken de mens dient. En dat mensen verder geen verantwoording verschuldigd zijn. Ik heb natuurlijk altijd het laatste woord als schrijver. En dat is maar goed ook.